Roger van Young Red Heart. We zijn weer op pad voor Forst onder de Loop. Ik dacht dat het minder ver rijden was, want ik denk van ik ben op tijd. Maar Terwolde is toch wel een eindje verder. Dus we gaan op bezoek bij Jurgen Pijpke. En hij heeft een bepaald beeld van hoe de gemeente in de samenleving zou moeten staan. Kom mee. Goedendag. Kunt u even vertellen wie u bent en wat u doet? Ja, ik ben Jurgen Pijpker. Ik woon in Terwolde. En ik ben werkzaam in de milieuadvisering. In bijzonder aan de verkoop van verontreinigd vastgoed. Daar adviseer ik partijen bij het opruimen van verontreinigde percelen. En het in kaart brengen van de risico's daarvan. Zelfstandig ondernemer. U bent ook voorzitter van Lions, zeg ik dat goed? Nee, ik ben geen voorzitter van de Lions. Maar de Lions. Ja, de Lions, internationale club. De grootste serviceclub van de wereld. De Lions Club Forst, daar ben ik voorzitter van geweest. Maar ik ben gewoon lid van de Lions Club Forst op dit moment. Ja. Wat is de Lions Club Forst? Lions Club Forst is een club met ondernemende mensen. Je hoeft niet specifiek ondernemer te zijn. Maar je moet wel ondernemend zijn in de vorm van ideeën ontplooien, activiteiten ontplooien. En ook een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dat is goed dat u dat zegt. In uw interview dat u gehad heeft met Forst onder de Loop, zegt u wat over de positie van de gemeente in de samenleving? En hoe zou die moeten zijn volgens u? Nou, ik verwacht gewoon een actieve gemeente. En ik zie dat op sommige fronten wel. Maar met name een gemeente die ook actief in de samenleving is, die zichtbaar in de samenleving is. En die ook op lange termijn meedenkt met name allerlei particuliere initiatieven. We spreken allemaal over de participatiesamenleving. En daar zou de gemeente Forst ook een actieve rol in kunnen vervullen. Deels doen ze dat al, maar het komt soms ook beter. En u heeft het ook over bijvoorbeeld die actieve deelname van de gemeente. Betreft de sport bijvoorbeeld. Wat merkt u daaraan? Nou, ik zie dat er allerlei stimuleringsregelingen zijn voor sport. Dat er eigenlijk heel veel mogelijk is als je met initiatieven komt. Alleen het is wel eens lastig vinden bij wie je terecht moet en op welke wijze je dus toegang vindt tot sportstimulering in de vorm van ondersteuning vanuit de ambtenaar zelf, maar ook vanuit financiële ondersteuning. En dat is een van de dingen die ik tijdens het interview ook heb genoemd. Want het zou goed zijn als de gemeente Forst daar iets meer naar de clubs zelf toe gaat. Dat ze ook wat actiever zijn richting alle initiatiefnemers en mensen die met sportieve, culturele evenementen bezig zijn. En sportstimulering is daarin een van de dingen waarin de gemeente ook veel meer, denk ik, nog dan dat ze misschien nu doen, richting de initiatiefnemers een handreiking kan doen. En waarom is dat belangrijk, denk u? Nou, ik ben van mening dat sport verbindt. Ja, dat is een één aspect, maar ook alle activiteiten van de burgers en de initiatiefnemers die ontplooid worden, die verbinden. Dat kan heel breed zijn. Ik ben ook voorzitter van de Stichting Tamara. Wij doen hele kleine dingetjes voor de samenleving. En je merkt dat je daarmee een dorp, in mijn geval de Terwolde, dat je dat in beweging kan brengen. En dan zou het heel fijn zijn als de gemeente ook die clubs opzoekt. En ik zie nu wel een heel actieve burgemeester bijvoorbeeld in de gemeente, die zich overal laat zien. Alleen ik zie de ambtenaar zelf veel minder. En die zie ik dus niet vanuit mijn rol in allerlei sociale clubs waar ik actief in ben. En wat verwacht u nou van het project Forst onder de Loop? Nou, Forst onder de Loop, ik ben er eigenlijk bij toeval mee in aanraking gekomen. Met het interview wat al eerder is afgenomen. En dan worden er, ik geloof, 460 mensen worden er geïnterviewd door de hele gemeente Forst. Ik denk dat het een hele mooie afspiegeling geeft van wat er allemaal speelt binnen de gemeente. En het zou fantastisch zijn als de gemeente ook daar een speerpuntenplan van maakt, een aantal actiepunten uitneemt, waarbij ze dus gewoon echt iets gaan doen met de informatie. Het is best een groot onderzoek, langdurig onderzoek. Er zal ook wel een bepaalde investering ingedaan zijn qua middelen en mensen. En het zou fantastisch zijn als de gemeente dat ook als een handreiking ziet. Om daadwerkelijk met een aantal partijen die handreiking op te pakken en daar iets mee te gaan doen.
En dat zou heel mooi zijn als dat vanuit het initiatief Forst on the Loop ook daadwerkelijk gevolgen gaat krijgen. Dank u wel. Ik heb gehoord dat er een paar lekkere kippetjes rondlopen in de Wolder. Nou, ik heb ze gevonden hoor. Meneer Jurgen Pijpker in de tuin, daar lopen ze. Een paar beste jongens. Man, rode lipstift op de kap.